Hallo, ik ben Maral van X-Rep en vandaag ga ik jullie laten zien hoe je zelf thuis een keukenkastje kunt wrappen. We gaan beginnen met het uitkiezen van de kleur. Bij X-Rep kun je kiezen tot wel 100 kleuren om je keuken mee te wrappen. En vandaag hebben wij besloten om te gaan voor de kleur donkergrijs. Nu ga ik jullie vertellen wat je allemaal nodig hebt om thuis je keuken te kunnen wrappen. Ten eerste heb je Avery Surface Cleaner nodig. Dit is een omvattende samenstelling die je kunt gebruiken om je keuken mee te wrappen. Een microvezeldoek. Een rafel met een zachte en een scherpe kant waarmee je de randen goed kunt doen zonder de folie te beschadigen. Een meetlint, een stellingmes met 30 graden. Het is heel erg belangrijk dat het 30 graden is, want daarmee kun je de folie goed snijden. En een föhn. Hiermee kun je ervoor zorgen dat de folie goed hecht aan het oppervlak. Ik ga jullie laten zien hoe je deze keuken zelf kunt wrappen. We gaan eerst dit keukenkastje demonteren. Nu de kasten gedemonteerd zijn, gaan we ze nu even ontvetten. Vergeet niet de randen grondig mee te nemen. Mijn collega komt me even helpen omdat het wrappen met z'n tweeën makkelijker gaat. Zo, de keuken is geïnstalleerd en dit is het eindresultaat. Mijn collega kon me heel even helpen, want het werkt natuurlijk beter met z'n tweeën. Go! Nee, Willow, wacht. Hallo, ik ben mijn vooral